Fry, fast food, tippy, kiezen. Als je om een of andere reden toch naar een fastfood restaurant moet, doordat bijvoorbeeld je vrienden het graag willen, kun je alsnog kijken of er iets gezonds staat op het menu. Twee kleine salades en een appelsap. Tada! Maar ja, als je een salade bestelt bij een fastfood restaurant, dan zeggen je vrienden natuurlijk: ha! Gay! Als jij er dadelijk zo uit komt te zien, en zij zo, dan ben jij de baas. Tip 2. Zelf maken. Dit is dan misschien niet echt fast food, maar eerder fast drink. Maar het is gezond en lekker en snel gedaan. Je pakt een banaan. Gewoon een beetje breken zo. Dan pak je een paar aardbeien. Je hoeft niet heel streng voor jezelf te zijn. Een klein beetje suiker kan geen kwaad. Dat was het. Ja, mag ik proeven? Tip 3. Vermijden. Je hebt enorme honger, je gaat fastfood eten en zodra je het op hebt, heb je spijt dat je het gegeten hebt. Ah, ik heb zo'n honger. Wajo, lekkere hamburger. Ik voel me fucked up, G. Ik ga nooit meer fastfood eten. De oplossing hiervoor is gewoon heel simpel. Eet geen fastfood. Tip 4. Bioboy Rap. Ben je vergeten hoe het zat? Of lukt het je niet om jezelf onder controle te houden? Luister dan gewoon even naar het liedje van Bioboy. Wat? Met wat? Gefeliciteerd! Je bent nu een echte survivor. Dit was de laatste aflevering in seizoen 1 van How to Survive. Klik op groen duimpje als jij een vervolg wilt. Bedankt voor het kijken en voor het volgen van de tips. Klik op abonneren om op de hoogte te blijven van de nieuwste video's. En tot snel!